ik heb de mensen inderdaad zo weten te selecteren, want ik ben zelf de ballotagecommissie geweest, dat wel. Maar dat ze allemaal andere status van werk hebben. Fabio Manzione. Fabio Manzione. Je bent een collectief begonnen. Ja. Een fotocollectief, waarom? Een beetje uit frustratie van hetgeen wat ik heb meegemaakt met andere fotoclubs. En ik dacht van jongens, dat kan ik veel beter. Maar wat is nou het geheim? Elkaar ondersteunen. Mensen mee laten kijken in de geheimpjes van je eigen keuken. Nou zie ik hier een heel mooi geheimpje van jouw eigen keuken. Ja, dat is inderdaad een combinatie van Photoshop en fotografie. En dit zijn onze andere leden die hier hun ontzettend best hebben gedaan. En deze is van het kruis? Het kruis, dat is van Bas van der Zwaan. Oud-wethouder? Oud-wethouder inderdaad. Dat moet je toch even bijvermeld hebben. Maar waar is hij beter in? In besturen van de stad of in fotografie? Nou, laten we het maar op fotografie houden. Bestuurder is een ander verhaal. Maar Bas die heeft de reputatie meegekregen dat hij een van de luiere fotografen is. Sommige dingen fotografeert hij echt van dichtbij huis gedaan. Maar goed, je ziet, er zijn hele leuke dingen te vinden. Photoshop is tegenwoordig niet meer vreemd bij mensen. En dat mag? In onze club mag dat gewoon, ja. We geven de mensen de vrijheid om er gewoon grof gebruik van te maken, zoals je kan zien. En als je dat niet wil, is dat geen verplichting. Als je gewoon keihard voor zwart-wit fotografie wil gaan, dan is het ook een mogelijkheid, dat is geen probleem. Maar als je inderdaad zegt van joh, ik wil toch een photoshoppen, dat mag. Wat hebben jullie dan als fotografen gemeen met elkaar? De passie tot. Dat is het belangrijkste wat er is. Maar passie, kijk, er zijn heel veel fotoclubs. Ja. En die zeggen allemaal, wij zijn gepassioneerde fotografen. Klopt. Alleen onze passie gaat iets verder. Als je dus inderdaad nagaat dat wij iets van 2 jaar hebben gewerkt aan deze expositie. Alleen om tot een expositie te komen alleen al. En dan toch heeft elke andere fotograaf zijn eigen handtekening hier aan de muur hangen. Is het toch een passie die bij de eigenlijke fotograaf zelf blijft, individueel je dingetjes neerleggen. En dat zie je allemaal terug in je werk. Dat geeft uit de passie weer. Ja, oké, maar dat is nog redelijk algemeen. Mm. Als jij staat te fotograferen. Ja. Dan moet er ergens iets gaan borrelen. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Ik heb heel veel mijn fototoestel bij me. En ik zie als fotograaf dingen anders dan andere mensen. En de goede fotografen die herkennen dit verhaal, die gaan inderdaad zoeken naar de andere plaatjes. Andere point of view, andere instelling van je optiemodus op je camera zelf. En dat maakt dat jij een andere foto maakt dan de normale klikklakfotograaf, als ik dat zo mag zeggen. Maar waarom blijf je fotograferen? Klinkt stom, maar je beste foto is nog nooit gemaakt. We willen de club niet groter hebben als inderdaad een 8 personen, misschien maximaal 10 en houdt het echt op. Kleine clubje kan elkaar onder controle houden en de besprekingen die wij regelmatig hebben over de fotografie, ja, die zorgen toch dat je een aantal uren bij elkaar zit. En in die paar uur tijd kan je toch inderdaad heel veel vertellen. Hoe groter je club, hoe meer problemen dat gaat geven. Waar wil je naartoe? Grote expositie in Amerika. Als zijn de Eurotrash dat je daar ooit nog binnenkomen. Ja, dat zal een leuke droom zijn. Ik weet niet of dat gerealiseerd kan worden, maar we gaan ervoor. Oké, binnen hoeveel jaar? Mag het binnen een jaartje zijn? Oké, daar houden we je aan. Oké, probeer het. Volgend jaar komen we naar New York. New York, here we come.